Wel een beetje jouw legacy, hè, Fred? Dat vertrouwen in vakmanschap, vertrouwen in die uitvoering, ruimte geven ook voor die professional. Ja. Dat is wat je ook mee wil geven aan het UWV. Wat wil je daar nog aan de minister misschien ook in meegeven? Nou, kijk, ik heb hier een boekje. Dat ga ik zo meteen aan je geven. Ik vind het ongelooflijk leuk dat Bruno en José, die zeg maar aan de start van het Vertrouwen in Vakmanschap programma ook stonden, dat die allebei in de zaal aanwezig zijn. Het gaat dus om een beetje meer balans aan de kant van ruimte voor die professional. Maar het ging ook wel een beetje over iets minder blauw sturen. Hè? Je zei net ook al, van op een of andere manier hebben mensen bij mij het idee dat het nogal van de controle is. En ik dacht, als we hier nou een succes van willen maken, dan moet ook de manier waarop we dit aanpakken moet een beetje passen bij wat meer ruimte voor mensen om er een eigen invulling aan te geven. En ik voelde toch wel de behoefte om, zo met mijn vertrek, we zijn nu 2,5 jaar op weg met het programma, om ook wel een beetje verantwoording af te leggen over wat we gedaan hebben. Maar dan niet op de gebruikelijke manier. Wij sturen van die tertaalrapportages naar je toe met allemaal van die tekst met rubriekjes en lijstjes met PI's en vakjes. In de meeste gevallen inspireert dat de lezer niet zo. Dus ik heb ergens halverwege het programma gezegd, we gaan een boekje maken als verantwoording. Je had de gezichten moeten zien toen ik dat zei. Mijn dochter zei, ik maak wel vaker een beetje een soort sarcastische grappen. Dus in het begin dachten mensen van, hij gaat zo meteen wel uitleggen wat hij echt bedoelt. Maar ik heb volgehouden. Dus we hebben een boekje gemaakt waarin iedereen binnen het UWV die zijn schouders onder dat programma heeft gezet, zijn eigen verhaal heeft geschreven van, waarom heb ik dat gedaan? Hoe heb ik dit gedaan? Wat vond ik moeilijk? Dus het is een hele bijzondere manier van verslaglegging. Het is leuk om te lezen. Het is heel persoonlijk. Het geeft een kijkje in de keuken van UWV. Maar ook in de hoofden van al die toppers die in de directies van het UWV zitten. En het is ook een beetje mijn laatste verantwoordingsdocument aan jou. Alsjeblieft, veel leesplezier. Dankjewel. Vol vertrouwen. Ja, ga je het nog lezen voor Prinsjesdag? En kun je dan zeker voor Prinsjesdag. Nee, maar heel veel dank. Heel veel dank voor dit boekje. En wat ik net ook al zei, je kwam een keer in onze PO expliciet terug op dit programma, op het vakmanschap. Juist ook vanuit de angst gaan we niet doorschieten naar controle en handhaving en dingen aantrekken. Ik heb onze gesprekken altijd met heel veel plezier gevoerd. Ja. En ook zeer gewaardeerd. En ik ben heel blij dat je dit op papier hebt gezet, zodat we ook van kunnen leren. Ik vind ook dat we een verantwoordelijkheid hebben om ermee door te gaan. Want ook gegeven de bredere discussie over de uitvoering, de discussie over de loketten van de overheid, gegeven de menselijke maat, de behoefte eraan, is dit echt een heel belangrijk thema. En dat heb je ook bij mij op het netvlies gekregen, dus veel dank daarvoor. En ook heel veel dank voor al je werk voor het UWV de afgelopen 20 jaar. En ook expliciet ook voor mijn laatste 2,5 jaar, 3 jaar dat ik minister mocht zijn. Ik heb het zeer gewaardeerd. We hebben hele goede gesprekken gehad. Altijd een goede sfeer gezeten. Ook al hadden we af en toe best wel lastige uitdagingen. Samen, hè, dat we weer met zo'n camera stonden te koppen om iets uit te leggen. En ik ben ook heel blij, dat je ook met zoveel waardering van maatschappij vertrekt voor het UWV, na die NOW. Ik denk dat het ook heel goed is dat het ook de andere kant van het UWV heel zichtbaar is geworden. Niet alleen voor jou persoonlijk, maar voor de hele organisatie, voor alle medewerkers die ook op een feestje nu te horen krijgen van heel knap wat jullie allemaal doen. Dus heel veel dank, veel succes in je nieuwe baan. En wij komen elkaar zeker gewoon altijd weer tegen. Ja.